plaats zo'n beetje, daar komt hij vandaan, dus iedereen hier kan toch. Heel ver weg waar het wel kouder is. Ik zou aan deze kant gaan staan. Ja. Oké, okay, dat is zo. Je moet de deur wel even dicht. Ja, de deur mag dicht. Deur dicht. Ja, let's go and burn. Als jullie weggaan aan die kant, want de wind staat zo. Ja, oké. Iedereen hierheen. Wil je hier? Oh ja, ik zit er ook in. Aangestapt. Dat is Anne Jan. Anne Jan is zo hard. Ja, die heeft 2 jaar geleden een statief kunnen kopen, maar heeft besloten om dat niet te doen. En sindsdien is hij gewoon het haasje als er gefilmd moet worden. Sterker nog, we hebben een statief. Hoeveel mensen filmen dit? 1. Dat is er 1 meer dan de vorige keer. Ja? Zegt ze? Ik zei, dit keer filmt 1 iemand, dat is 1 meer dan de vorige keer. Niet alleen is het goed, maar ook een firewall. Anders helemaal een blote hosje op, maar dit gaat echt goed. Vorige keer duurde het ook even. Ik krijg echt fucking arm aids. Dan hou je hem niet zo ver van je lichaam af. Maar dan sta ik zo hoog. Hij gaat zo weer ook. Hij doet wel, lang over. Yep. Ja. Nee, dit werkt beter dan het spul bij Rapspace. Oh ja, het duurt lang. Ja. Ik weet niet waarom hij zo lang over doet. Het zou op zich vrij snel moeten gaan op een gegeven moment. Ik zie zelfs nog niks bubbelen van de... Ze hadden ze maar afgezet in China met de kaliumpermagnaat. Ik denk het. Ja, als het straks gaat roken, moet je ook gewoon weer naar achteren. Dan moet je echt wel een paar stappen opzij doen, ja. Het ziet er echt gewoon niet interessant uit. Boring! Ja. Ja. Ja, dit soort chemische experimenten, dat... Komt jou heel bekend voor. Ja. Wacht. Mooi, waar is de gasbrander? Ja, het gaat zo meteen echt gewoon roken. Als je uit de wind wil staan, staat nu echt midden met je hoofd in de rookspuit. Het is helemaal verder niet trainen. Nee, precies. Termiet of? Yep. Ja, termiet. Alleen het, de kaliumpermagnaat en de glycerol moet even opstarten. En het duurt altijd even. Vriendjes worden. In de stenen stoel? Ja. Ja. En zo niet zien we het is, ook. Het is een massieve steen, dus dat gaat geen kant op. Ja, dit duurt wel even. We hebben meer voor het spectrum. Ja, nee, dan krijgen we hier wat roestplekjes. Ja. More rustic look. Nou. Nou. Kun je nog een beetje porren dat het wat meer doet? Nee, of, het moet gewoon even zijn tijd hebben om op te warmen. Die reactie gaat vanzelf steeds sneller en sneller. Maar je ziet hem eerst roken als het goed is en dan gaat hij door. Is dat het zwarte met de kleur? Ja, dat is wel een permagnet. Dan een leuke start, dan magnesium licht. Ja, oh, dat kunnen kan ook. We hebben er ook magnesium bij, maar... Dit is allemaal bij design. Het duurt even inderdaad. Dit is het sociale stuk. We zijn iedereen eigenlijk gewoon bij elkaar huddeld. Eigenlijk is het goed gevoel. Je moet gewoon sterretjes halen, dat is veel leuker. Als we nou nog dichter op elkaar staan en dan langzaam tegen elkaar aanbewegen, dan gaat het sneller roken. Ja, dat klopt. Ik weet niet. Je het ook warmte, hè? Ja. Ik ben een leeftijd dat ik dan ook kan reach out. Ja, hij begint te roken. Je hebt het blikje gemist. Ja. Rood blikje. Was wijs die? Daar ging je niet doorheen. Het is wel redelijk fel nog steeds. Geld terug! Oeh, dat is nog steeds goed. Maar het ziet eruit als een soort tost die hier in ons. Oh, die film. Ja. Dit was een goede kwaliteit harddisk. Wat ik was weet het? Niet Fireball? Dat, dat was een Fireball 3. Komeet is ingeslagen. Die heeft het redelijk gered voor die Bigfoot. Ja. Daar is toch hoop voor die Bigfoot? Nou, nee.
Ja, de zwarte rook, jongens. Nu is het een beetje niet meer. Je printplan begint nu wakker te worden. Tatjana, de rook smoke is in het printplan. Ik heb helemaal niet het idee dat het slechts op de bar kunnen zijn. Electronics. Maar zag je hoe verraderlijk dat kaliumpermanganaat glycerine is voor het aansteken? Oh, er gebeurt niks. Klein beetje rook en ineens woppa. Dan moet je een sterretje halen, dat is veel leuker. Dan moet je eigenlijk van die soort drawers boven je harnes hebben. En als je aan de inval hebt, dan trek je twee hendeltjes en dan... Dan komt er gewoon een paar drupjes van dat glycerol op, klaar. Is het oké, we're leaving this location. Ja, daarom moet je daar dus niet gaan staan. Ja, dat is dus mooi. Waarom ruikt het zo dat Hubert de print gaat? Hoe zou dat nou komen? Magic smoke. Nou, de print gaat aan de bovenkant, dacht ik. Nee, aan de onderkant. Zo, dit is voor een magic smoke. Nee, de print is zo hard voor de gevaar. Het is quite hot. I don't know how much it fucked up the... It's fused. Yep. Ik denk dat de twee harddisks aan elkaar vereeuwigd hebben net. Ja. Nou, cadeautje voor Frak. Zie je nou je wallet op pad? Heb je een soort digital wallet heb je nou in een coin gemaakt? Ja, dat is gewoon een bitcoin. Ja. Dat is gewoon een bitcoin. Maar het viel me, ik had echt verwacht dat hij er wel doorheen zou gaan, maar... dit moet gewoon afkoelen. Maar is dit nou een reetopstelling? Dit is een reetopstelling. Ja. Doet geen reet meer. Geen ZFS. Nou, klaar ermee? Ja. Waarom komt de hint er dan wel tussenuit? Waar zit de stop? Ja, omdat dat gewoon al...